in mei. Kan iedereen mij verstaan? Ja. Toen de tentoonstelling van Eyck, An Optical Illusion in Smak in Gent in de eerste week van mei ontmanteld werd, was dat nog lang, niet lang na de grootste piek van COVID-19 in België en omringende landen. Het was op dat moment en volgens mij nu nog steeds heel moeilijk om een koerier vanuit Nederland naar België te laten reizen. En hoewel de transporteurs wel naar en door België mochten rijden, was een koerier zonder speciale reisvergunning niet toegestaan om de grens over te steken. Het Rijksmuseum leende aan de grote gelijktentoonstelling een schilderij uit van Pierre-François de Noter, een 19e eeuws werk met een redelijk nieuwe lijst. En ondanks de beperkingen door COVID-19 wilde het Rijksmuseum toch dit schilderij overzien wat betreft deinstallatie, conditiecheck en verpakken. Er was een mogelijkheid om een externe koerier te sturen of in te huren, namelijk een schilderijrestaurator met een reisvergunning. Maar we wilden ook wel dit moment eigenlijk aangrijpen om te kijken hoe dat zou gaan, dat virtuele koerieren. En bovendien is het Rijksmuseum sinds ongeveer anderhalf jaar bezig met een pilot minder of niet koerieren. En dit zou daarbinnen ook wel een hele mooie casus zijn om te zien wat werkt en wat niet werkt. En bij de pilot niet koerieren wordt in ieder geval van de bruikleennemer gevraagd om een gespecialiseerde restaurator aanwezig te laten zijn voor de conditiecheck. En daarom vroegen we aan de registrar van het museum in Gent of zij het goed vond als we een virtuele koerier zouden sturen. Natuurlijk alleen als de workflow het op zaal het niet te veel verstoord zou worden. We zouden dan met een beveiligde live internetverbinding het deinstalleren, conditiechecken en verpakken kunnen overzien. En aangezien Gent mijn dossier was, was het voor de hand liggend dat ik de virtuele koerier zou zijn. Ik had het nooit eerder gedaan en vond het ook wel spannend en interessant om dit eens te doen. En bovendien was ik na 2 maanden lockdown ook al toe aan een reisje naar Gent, ook al was dat via de computer. Op de betreffende dag werkte ik thuis, net zoals wij allemaal dat alle de laatste 3 maanden doen. En er stond dankzij de registrar in Gent al een teamsverzoek klaar om samen te gaan werken. En wij hielden contact over wanneer ik zou gaan inbellen, wanneer zij klaar zouden zijn voor de installatie. Dus de uren daarvoor hielden Jet en ik contact daarover. En ongeveer een uur later dan de geplande deinstallatietijd gaf ze aan dat ik in kon bellen. En fun fact, ook als je vanaf huis koeriert moet je wachten en dat is oké. Ik ontmoette het deinstallatieteam online. De registrar, de schilderijrestaurator en de art handlers. Als ik ze nu zou ontmoeten, zou ik ze niet herkennen. Want ze hadden allemaal hun mondkapje op. Ze waren allemaal al op zaal en we konden dus meteen van start. Ik overzag het allemaal vanaf een laptop. Ik stond eigenlijk soort van virtueel op een werkkar, op een werktafel. En ik kon van daaruit heel goed zien hoe de arthandlers het werk van de muur haalden en volgens de hanteerinstructies in het conditierapport op de tafel legden. En op de tafel deed de schilderijrestaurator de check. Er waren geen bijzonderheden in de conditie van de schilderij. Maar hier liep ik al wel tegen de eerste beperking aan van deze situatie. Ik kon niet heel goed meekijken met de restaurator. Zij zat namelijk met haar neus op het werk en ik echt helemaal niet. Maar alles ging zo rustig en beheerst. En aangezien de basis van deze hele exercitie vertrouwen is, zou iedere afwijking in de conditie wel worden opgemerkt en overlegd met mij als koerier. En bovendien, dit ging via Teams, dat wij ook met elkaar doen. En er zit een chatfunctie in, dus mocht er iets zijn dat hij een vraag, zouden we altijd via de chatfunctie nog foto's kunnen uitvoeren. Dat was in dit geval niet. Nou, de check was gedaan en vervolgens werd het werk voorzien van lintjes om de lijst en verpakt in PE-plastic. En ik kon het allemaal heel goed volgen vanaf mijn positie op die werker. We overlegden nog over het werk de kist inging en toen ging de kist dicht. Er werd besloten waar de kist zou komen te staan tot aan transport, ongeveer een week later. Maar die transportdatum die was op dat moment nog helemaal niet duidelijk, omdat er op dat moment heel veel nog onduidelijk was. Dus het werd gewoon nog niet ingepland. Mijn ervaring als virtueel koerier is in dit geval dat, ook al doe je het via een in-live internetverbinding, dat koerieren op afstand zeker wel een meerwaarde heeft. Als er enige twijfel is over de conditie van het object of over andere onregelmatigheden, is het een laagdrempelige manier van contact leggen en houden.
Bovendien hecht het Rijksmuseum er grote waarde aan dat er wederzijds vertrouwen is tussen de instellingen. Dat is natuurlijk zowel gezien de mogelijkheden als de beperkingen, dat hier een goed voorbeeld van. En ook is het een manier om rekening te houden met elkaars budget. Want wie weet wordt er in de toekomst nu al vaker virtueel gecoureerd. Ook al heerst er helemaal geen pandemie. En is het juist ook veel meer noodzakelijk dat we met elkaars budget rekening houden. Want we weten allemaal wat een koerier kost als je meerdere dagen verblijft. Ik heb nog wat fotootjes gemaakt. Ik heb een kleine presentatie en ik kom nu het spannendste deel. Namelijk dat ik mijn scherm ga delen. Waarbij jullie mijn laptop gaan zien. Ik had nooit gedacht dat mijn laptop voor een presentatie zelf zou zijn. Kunnen jullie het zien? Ja. Ja? Hier zie je een... je ziet mij rechtsonder in de laptop. En je ziet wat ik zie vanuit tijdens het koerieren. Dus hier hangt het werk. Het gaat om het meest linker werk. Hangt aan de muur. Hier is het van de muur af en wordt het gecheckt door de restaurator. Hier wordt het ook nog eens gecheckt. In het conditierapport stond dat het face-up moest worden neergelegd op blokken. Maar je ziet, al die instructies zijn keurig opgevolgd. Het was toch wel heel prettig om dat mee te kunnen kijken. Het is hier in PE-plastic gaat het verpakt worden. Hier gaat het in de kist. En hier is de kist gesloten. Ging heel snel, hè? Nou ja. Dus ik hoop dat jullie een beeld hebben gekregen. Ik stop het delen. Oh, van mijn koeriersreis. Dus dit was het eigenlijk. En ik ben heel erg benieuwd wat Ilse zo dadelijk gaat vertellen. Wat haar ervaring is. Ja, dankjewel Eefje. Ik heb ook even een paar slides om te delen. Kijk hoor. Mag ik heel even tussendoor? Ja, dat mag. Ik weet niet of bekend is aan de meeste mensen dat je via de chatfunctie vragen kunt stellen. Ik zag net iemand een handje opsteken, dat hoeft dus niet. Je kunt via de chat, kan je live je vraag stellen. En die worden na het gesprekje, worden die ook gesteld aan de spreker. Dus graag via de chat. Dankjewel. Ja, graag. Dankjewel, Iris. Ik weet niet of jullie dit nu ook zien, deze PowerPoint. Is mijn gedeelde scherm te zien of niet? We zien jouw agenda uitnodiging, virtueel koerieren. Oh, dan heb ik het verkeerde gedeeld. Poging 2, nu wel? Ja. Helemaal goed. Nou, wij hadden dus de tentoonstelling Vikingen. En die beëindigde op 15 maart 2020. Dus dat was echt eigenlijk in het weekend nadat de coronaregels eigenlijk net waren ingesteld. Dus het laatste weekend konden wij ook niet meer open daarvoor. En daarvoor had ik natuurlijk eigenlijk alles al voorbereid voor de de-installatie. En ja, toen ging men, zeg maar een week voordat de de-installatie zou plaatsvinden, kreeg ik ineens allemaal berichtjes van alle koeriers. Die zeiden van, ja, we mogen niet komen en we mogen niet reizen. Dus eigenlijk, ja, ik had denk ik iets van 4 of 5 koeriers uit het buitenland die allemaal hebben afgezegd. Nou, de meeste daarvan waren toch wel akkoord met het dat wij het inpakten en dat het met het transport mee terugging, zonder koerier. Alleen er was ook een bruikleengever die wilde toch graag een koerier sturen en ook echt om het op te halen. Dus, maar ja, goed, wij wilden natuurlijk graag de stukken uit de zaal, omdat we toch... ja, het was natuurlijk nog onduidelijk over hoe het zou komen met alle nieuwe tentoonstellingen daarna. En we wilden toch wel graag de volgende tentoonstelling alvast opbouwen.
wij wilden graag de zalen leeg. Nou ja, toen, na wat heen en weer gemail, zijn we dus overeengekomen om het digitaal te doen. Nou, hier zien jullie een heel mooi geïmproviseerd standaardje in het bakje van onze, nou ja, gereedschappen en dergelijke die we gebruiken bij installatie en deinstallatie. Want ik had, ja, we hadden eigenlijk de maandag afgesproken dat het digitaal zou gaan en dinsdag moest het dan ook al gelijk gebeuren. En de maandag zat ik nog met een snotneus, zondag zat ik nog met een snotneus, maandag had ik helemaal geen last meer. Dus ja, het moest eigenlijk allemaal vrij snel geregeld worden. En toen zeiden ze van ja, er zit wel Skype op deze laptop, dus alsjeblieft. Maar ja goed, de ochtend toen ik bezig zou met de koerier, toen was er toch geen Skype op die laptop. Dus toen hebben we uit nood hebben we het zo gedaan. Nou ja, dat werkte op zich prima. En wat tijdens het, het inpakken, zeg maar, hebben we steeds het object uit de vitrine gehaald. Vervolgens hebben we, nou ja, goed gecheckt van, nou, bedoelen we dit object? Zij had de conditierapporten bij de hand en ik had de conditierapporten bij de hand. Nou ja, die zijn we dus helemaal nagelopen. Vervolgens, natuurlijk ook goed steeds in beeld laten zien van waar ik naar kijk en of zij het zo kan zien. En dus bij elk object of en bij elke laag van de kist hebben we ook een foto gemaakt. Nou ja, als voorbeeld deze twee bijlen hier. En dan hebben we dus samen ook de conditierapporten afgetekend. En vervolgens hebben wij de stukken dus, zeg maar, opgeslagen in ons depot. En ja, eigenlijk al een beetje als einde, om het vast te leggen, hebben we dus alle conditierapporten en alle foto's heb ik dus weer opgestuurd naar haar. Zodat er eigenlijk een soort van verslag is aan het einde van de... Ja, van de check. En ja, dus daaruit volgen wel een aantal tips. Als je wat meer tijd hebt, check of alle technieken doet. En ja, misschien is het ook goed om je werkstation daar een beetje op aan te passen. Bijvoorbeeld met een laptop standaard of iets dergelijks, zodat je kan zien, dat je het beste beeld hebt en test het als het kan. Maar goed, bij nood werkt beeldbellen via WhatsApp eigenlijk prima. En maak tussendoor foto's en die je achteraf kan sturen naar de bruikleengever. Dit is eigenlijk even heel kort en krachtig hoe het zo gegaan is. Uiteindelijk zijn dus de bruiklenen nog steeds bij ons. En binnenkort zijn we wel bezig. We zijn nu wel bezig voor een plan wanneer ze het weer komen ophalen. Maar ja, goed, alle regels met betrekking tot het vliegen en zo is natuurlijk nog heel lastig. Dus ja. Hopelijk hebben jullie een beetje inzicht hierin wat er allemaal zo al bij komt kijken. Van zowel de kant van Eefje als de kant van mij, zeg maar. Ik weet niet of er inmiddels al een aantal vragen zijn, Vee, om door te nemen. Ja. Verstaan? Ja. Ik heb wel een beetje technische problemen. Nee. Dus een vraag voor Eefje vanuit de Wopke. Of je het in de vrachtwagen laden ook hebt overzien? Nee, dat hebben we niet overzien. Ik heb niet heel veel andere vragen binnengekregen, maar ik ga even kijken of er inmiddels iets zijn. Zijn de rapporten getekend? Ja, die zijn getekend en die zijn in de kist bij verpakt. Dus die zijn nu in het depot ook aangekomen en die gaan dan via interne post komen die weer naar mij terug. En heb je met de verzekering besproken of dit akkoord was? Of heb je het idee dat de verzekering daar iets over een mening over heeft? Nou, dat ligt in ons geval ligt dat bij de bruikleennemer. Bruikleennemer. Ik heb daar verder geen contact over gehad met Jet. Ik weet niet of dat bij Ilse is gegaan. Moet je microfoon aanzetten, Ilse?
je hebt gelijk. Dankjewel. Ik heb inderdaad wel aangegeven bij de verzekeraar dat we dit zo gingen doen, maar daar hebben zij niet heel specifiek iets op gezegd. Ik denk dat, ik moet zeggen, we hebben het gesprek tijdens het inpakken niet per se opgenomen, dus we zouden niet per se iets van een filmpje hebben daarvan. Maar we hebben natuurlijk wel beide de conditierapporten afgetekend, dus die zou je dan natuurlijk op dat moment kunnen samenvoeren voor dat moment, zeg maar. Ja, volgens mij zijn de verzekeraars hebben daar volgens mij niet een heel sterke mening over hoe je het coureert als je inderdaad maar een conditierapport hebt. Tenminste binnen Nederland. Ik denk dat mensen daar andere ideeën over hebben. Ja, ik kan het chat te delen als die ideeën er wel zijn, inderdaad. Als er andere ervaringen zijn. Ja, zeker. Ik heb nu dezelfde vraag. Je had via Skype of via WhatsApp beeldbellen. Heb je je zorgen gemaakt over privacy of veiligheid? En jullie twee? Wij mogen al onze overleggen moeten bij het Rijksmuseum via Teams, Microsoft Teams, plaatsvinden. Dus dat was voor mij wel een eis om het zo te doen. Dat is voor ons een veilige verbinding. En toevallig werkt Gent daar ook mee. Dat moet ook maar net zo uitkomen natuurlijk. Vorige week was ik nog bij was een soort informele chat met registrars ook uit Amerika. En daar bleek al heel erg uit dat er heel veel vragen zijn op dat gebied. Van welke media gebruik je? Wat is veilig? Wat levert WhatsApp op? Welke devices gebruik je? Dus het is echt wel... Het is echt onontgonnen terrein. Hoe meer erover nadenkt, hoe meer vragen je eigenlijk krijgt. Ja, ja. Dat is een beetje mijn ervaring nu. Ja, zo. En bij ons is het ook een beetje uit nood gegaan dat het via de WhatsApp is gegaan. Zij is op dat moment daar wel akkoord mee gegaan. Maar ja, je kan je afvragen of het niet beter is om het bijvoorbeeld via Teams te doen. Ja. Ja, wat je zegt is onontgonnen terrein. En je kan... Eigenlijk is niks natuurlijk echt meer veilig. Maar nee. Ik ben het meest veilig in deze situatie. Is het iets wat je zou blijven doen? Ik vond het wel een hele goede manier. Ondanks inderdaad een beetje de opstartproblemen. Maar en volgens mij was zij er ook wel blij mee. Dus ja, ik denk dat het zeker de toekomst heeft. Ja, ik denk het ook. Het hangt heel erg af van type object natuurlijk. Je moet zeggen dat het object dat wij aan Gent uitleenden geen complex schilderij was, waar ook geen schilderijrestaurator per se vanuit ons bij hoefde te zijn. Het was ook een ingewikkelde tulpenvaas uit hoeveel onderdelen. Dat maakt ook natuurlijk wel uit, denk ik. Maar het principe, de basis lijkt mij heel werkbaar. En je moet ook van tevoren hele goede afspraken maken van welke risico's nemen we met elkaar. Of wat doen we als er iets gebeurt? Hoe kan je een interventie plegen bijvoorbeeld vanaf je laptop? Want je zit daar, dan moet je dan zo gaan zwaaien van ho, stop, zo moet het niet. Of moet je misschien een code afspreken? Dat waren allemaal dingen waar ik eigenlijk pas naderhand over na ging denken. Ja, omdat je gewoon echt geen idee hebt wat je moet verwachten. Je moet het echt een beetje zo ervaring opdoen en kijken waar je tegenaan loopt. Het is wel heel nuttig om er met elkaar over na te denken, denk ik. Omdat het nogmaals heel veel geld bespaart, zou kunnen besparen en heel veel tijd. En als de situatie zich zo voordoet, dan vind ik het een goed middel. Ja. Ik heb niet in de chat kan. Als je nog vragen hebt en je kan niet in de chat, mag je ze naar Carola sturen. En dat is c.steenbergen@drentsmuseum.nl. Dus c.steenbergen@drentsmuseum.nl. Dan probeert Carola ook nog wat vragen te combineren. Er komen nu wat meer vragen binnen. Worden coronamaatregelen met betrekking tot artshandeling en methode van digitaal courieren ook vastgelegd in bruikleencontracten? Nou ja, dat is een beetje een meer uitgebreide vraag. Ik denk als deze situatie langer volhoudt, dat we daar wel iets mee moeten. Ja, dat denk ik. Ja, zeker. Maar dat is,
Dit was natuurlijk bij mij bijvoorbeeld een tentoonstelling die al stond. Dus de contracten zijn opgemaakt in niet-coronatijd. Dus ja, bij ons stond het er dan natuurlijk niet in. Ik denk dat het voor jou ook geldt, Eefje. Dus, ja. Maar ja, het is wel een goede om over na te denken van als het veel meer gebeuren gaat, om daar wel iets mee te doen, denk ik. Ja, denk ik ook. Ja. Dan hebben we de vraag, Eefje, of jij iets kan vertellen over dat overleg in Amerika en waar je nog tegen liep? Dat was een soort, een informeel overleg door iemand georganiseerd in Los Angeles, een registrar. En Wendla was daarbij aangehaakt. En daar zou dus een overleg plaatsvinden via Zoom over virtueel courieren. En toen heb ik daar bij wijze van case study, nou ja, dat klinkt heel zwaar, mijn verhaal gedaan. En ook twee andere registrars deelden hun ervaringen. En dat was ook wel, daaruit bleek wel dat het, wat ik ook net zei, van dat het echt onontgonnen terrein is. En dat iedereen heel erg zoekt naar hoe je dat nou het beste kunt aanpakken. Want wat doe je met een courier, met een object wat uit Mexico komt en het staat ergens in een staat van in Amerika en er is schade en die courier kan niet komen reizen. Kan niet komen kijken naar het object van hoe los je dat op. Zij hebben ook veel meer te maken dan wij op dit moment nog met tijdsverschil. Van hoe ga je daarmee om? Ja. Maar het was een informele bijeenkomst waar ervaringen werden uitgewisseld. Okay. Hoe denken jullie over combinatiecourieren? Dat doen we natuurlijk nu ook al wel eens, combinatiecouriers. Bijvoorbeeld bij het Maritshuis laat het Rijksmuseum wel eens voor ons courieren. En andersom ook, vooral andersom overigens. Is het iets wat je ook zou kunnen doen nu met virtueel courieren? Dus dat als het Maritshuis voor het Rijksmuseum laat courieren is, dat we een cameraatje bijhouden als extra controle? Ja, ik denk dat wel een goede optie is. En sowieso dat combinatiecourieren is denk ik ook wel iets wat veel kan toegepast worden als er een boel Nederlandse bruikleengevers zijn die naar een buitenlandse tentoonstelling gaan. Ja. Ja, ik denk dat je daar ook weer goede afspraken over zou moeten maken natuurlijk. Van waar, wat verwacht je dan daar? Want misschien hebben we allemaal wel weer andere verwachtingen van het virtueel courier en hoe ver je kunt meekijken. Maar ik denk dat je dat wel zou kunnen doen. Ook dat is weer een kwestie van vertrouwen natuurlijk. Dus nou ja, dat ik vind dat als wij iets voor jullie courieren, dan doen we dat natuurlijk op vertrouwen. Dus als je dan... We sturen wel foto's vaak na afloop. Of als er echt iets zou zijn, dan zouden we natuurlijk met elkaar kunnen bellen. Je belt inderdaad. Ja. Ja. Of het dan echt nodig is om dat ook nog te filmen. Vaak maar af en dan... Oh, echt om het echt vast te leggen bedoel je? Nee, dat zou niet per se... Dat zou spreken even op eigen titel. Dat zou voor mij niet per se hoeven. Nee, dat zou ik hetzelfde denken. Ja. Ja. En ik vind ook dat... Het virtueel courieren en hoe je het aanpakt, moet ook altijd in dienst staan van wat je eigenlijk aan het doen bent. Namelijk het checken van een werk en de conditie. En je bent dan met art handling bezig, dus dat moet ook altijd voorop staan. Het moet echt een hulpmiddel zijn, vind ik. Het moet ook niet zijn dat het hele virtueel courieren wordt opgetuigd en dat daar allerlei ook in zijn eigen leven leidt. Maar als hulpmiddel, ja, prima. Nee, dat filmen kan natuurlijk ook afleiden. Ja. Ja, dat was ook wel echt onze specifieke vraag aan Gent. Van, wil je dat? En denk erover na. Want het kan ook heel storend zijn in hoe je aan het werk bent. En het moet juist niet die workflow gaan verstoren, dachten wij. En Ingrid geeft ook aan dat het ook AVG-issues kan geven. Als je dan gaat filmen en iedereen is in de buurt, dan moet je eigenlijk iedereen informeren dat je gefilmd kan worden. Hoewel niemand herkenbaar is, hè? Ja, dat is ook weer zo. bij virtueel courieren is combinatiecourieren waarschijnlijk minder nodig. Ja, daar zit wat in, maar niet iedereen wil virtueel courieren. Dus het zou met allemaal gecombineerd een mooie optie zijn, denk ik. Nog een vraag aan Eefje vanuit
Ankie, wat hadden jullie afgesproken ten aanzien van zo'n mogelijke interventie? Hadden jullie daar een afspraak over gemaakt? Nee. Nee, dat was eigenlijk iets wat ik naderhand dus bedacht. Van, dat was eigenlijk wel, er was niet iets, het was niet nodig. Maar later dacht ik wel, stel nou dat er dat het werk ineens face down gelegd zou worden, wat niet zou mogen bijvoorbeeld. Dat was ik gewoon gaan roepen, denk ik. Zoiets. Want we hadden wel gewoon ook het geluid aanstaan, hoor. Dus ook de contact was gewoon heel open. Maar misschien is dat wel goed. Maar je neemt toch, net als bij het echte courieren, elke stap wordt toch echt wel goed van tevoren doorgenomen. Van we gaan nu dit doen, we gaan nu dat doen. En dan kun je al met elkaar bedenken van wat betekent die stap dan die je gaat nemen. Dus het is dan ook toch echt heel beheerst. Ja. Quintus, ga jij je camera aan? Ik kijk graag naar voor. Andere 100 mensen niet. Volgens mij zijn we nu eerst wel even door de vragen heen met betrekking tot onze presentaties. Ja. Dus ik zou eigenlijk graag het woord willen geven aan Fred. Kom er maar in. Oké, goedemiddag. Dankjewel voor deze uitnodiging. Ik hoorde via onze eigen mensen dat ik wat moeilijk zichtbaar ben, maar ik heb op dit moment geen andere mogelijkheid om eigen te verplaatsen. Dus daarvoor mijn excuses. Ik ga zo meteen mijn scherm met jullie delen om een aantal slides te tonen. Maar ik wil als eerst even zeggen dat afgelopen keer dat we natuurlijk heel uitgebreid gesproken hebben wat we allemaal gedaan hebben met in deze nieuwe wereld. Kwam natuurlijk ook steeds meer het naar voren over, is de courier, is dat allemaal nog mogelijk in de toekomst? En natuurlijk, op de auto zal het iets makkelijker zijn als door de lucht. En dat is de reden dat een aantal maanden geleden, en wellicht misschien zelfs al voor de coronatijdperk, dat men is gaan nadenken over virtueel courieren en enkel en alleen het corona-periode heeft wel geleid dat men, dat we denk ik wat getracht hebben wat vooruitgang te maken. Uiteraard, ik hoor best positieve dingen over virtueel courieren. Dat is een goede stap, maar uiteraard zijn er ook nog vragen en wellicht zijn er bedenkingen. En natuurlijk, virtueel courieren zal altijd anders zijn als dat er iemand daadwerkelijk bij het project aanwezig is. Maar ik denk, en ik denk dat Ilse het al noemde, of Evie Kosten, is wellicht wel belangrijk in de toekomst. En wat zijn er de mogelijkheden? Ik denk dat het belangrijk is, en dat is ook altijd wat ik voor ogen heb gehouden als ik met Articheck discussieer. Het belang van het kunstobject staat voorop. En natuurlijk is het belangrijk dat we de kosten kunnen beheersen. Maar uiteindelijk is kunstwerk het belangrijkste wat we doen. En dat is wel het uitgangspunt. Welke manier je ook doet om het te controleren, denk ik. Dat is het uitgangspunt. Daar staan we voor. Daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. Dat nog 100 generaties na ons mensen in dezelfde kwaliteit naar het werk kunnen kijken als dat wij het vandaag doen. Dus ik denk dat we dat wel goed in ogen moeten houden. Want ik wil onder geen enkele voorwaarde, heb ik ook met Articheck besproken, schetsen dat het puur is een kostenbesparing. En het is een leuke innovatie, maar dat moeten we wel in ogen schouwen houden. Ik ga trachten mijn scherm te delen. En dan hoop ik dat ik het in één keer goed doe, want ik heb net ook, net als Eefje en Ilse, dat ik ook een paar keer fout ging. Kunnen jullie op dit moment mijn scherm zien? Ja, we zien je scherm, Fred. Prima. Oké, ik heb een viertal slides gemaakt. En uiteindelijk wat ik in dit concept wil delen is hoe op dit moment de checkpunten zijn van als we praten over het vervoer per truck van museum A naar museum B. Dus ik heb een aparte procedure voor luchtvracht, maar we hebben het packing gedeelte, het loading van de trucks, het unloading, unpacking, installation en de-installation. En uiteraard gaat dan na de tentoonstellingsperiode het werk retour. En hier hebben we aangegeven wie doet er op dit moment wat. Nou, de packing en de loading wordt uiteraard gedaan door het museum wat het bruikleen geeft. Zij zijn verantwoordelijk voor de packing. Zij stellen de verpakkingseisen. Zij zijn verantwoordelijk voor het laden. Dan de blauwe streep is alleen het enkel het transport
tussen het bruikleengevende en bruikleennemende museum. En vervolgens arriveert dat op de bruikleennemende museum, waar het uitladen, het unpacking, de installation en de deinstallation plaatsvindt door mensen van het bruikleennemende museum in samenwerking, uiteraard met de koerier die aanwezig is. Nou, op het moment dat je met een virtueel koerier op dit traject zou, dus op het moment dat het rode nummer 3 begint, zou het virtueel koerier ook beginnen, want dat is het moment dat het bruikleengevende museum geen zicht heeft wat er daadwerkelijk gebeurt. Ik denk dat ook in de presentatie van Eefje in Gent ook naar voren kwam, daar sta je dan op dat moment. En daar begint dan met camera's en daar zijn een heleboel procedures die je moet volgen. Ik denk dat Veel even noemde over de GDPR rules, waar je tegenwoordig heel goed mee rekening mee houden. Daar moeten afspraken over gemaakt worden, want dit is de basisprincipe waar we dan op het moment gaan filmen en uiteindelijk gaan delen met zowel de bruikleengevende als bruikleennemende. Ik denk dat het waar het erg complex gaat worden, dat is op de volgende slide en dat is waar we op het moment dat we air freight shipments gaan versturen met een virtueel koerier. Ik zal doorklikken naar de andere slide. Waar we kunnen zien is dat daar zie je dus de rol van de shipper een veel grotere rol krijgen in de momenten wat zowel voor beide musea belangrijke momenten zijn, dat daar de juiste procedures worden gehandhaafd. Je ziet dus het unloaden op de luchthaven, het pallet bouwen, een belangrijk onderdeel. Alhoewel, zie je natuurlijk op dit moment, zijn er al diverse luchthaven op de wereld waar de koerier al bijna niet meer bij het pallet opbouwen aanwezig mag zijn. We hebben in Amsterdam nog steeds het grote voordeel in de gele lijn, waar we nog steeds zichtbaar mogen hebben, maar blijft dat? Gaat dat veranderen? Dus daar zijn al enkele stappen in gemaakt in het verleden. Maar je ziet dus dat er een aircraft loading, aircraft unloading, dat zijn op dit moment aircraft loading. De dienstdoende shipper staat beneden op het platform en meldt aan de koerier die ondertussen boven op de passagiersafdeling is. Pallet is geladen, positie wordt doorgegeven en uiteindelijk weet de koerier exact dat het aan boord zit. Dat zijn momenten die je straks dus met een camera vast gaat leggen. Maar uiteindelijk zal daar ook hele goede afspraken mee moeten gemaakt worden met een aantal airports. Als je verder ziet door het proces heen, dan denk ik dat vanaf stap 9, dat de vehicle unloading op de plaats van bestemming, daar kan je natuurlijk, daar is het bruikleennemende museum bij aanwezig. En dan gaan we zo verder tot en met installation en deinstallation. Ik denk dat het werd al zo straks eventjes eerder genoemd, uiteraard wordt er met verzekeringsmaatschappijen gesproken. Verzekeraars die hebben, vraagtekens is een groot woord, maar hebben wel zoiets van hoe kunnen jullie gezamenlijk de kwaliteit waarborgen, waardoor we zeker weten dat het moment van transport waarbij alleen virtueel eigenlijk het proces gevolgd wordt, dat we zeker weten dat de juiste stappen worden gemaakt. De verzekeraars zijn niet onwillig om erover te praten. Ik heb er met een 2 of 3-tal intussen over gesproken. Die zeiden dat met verdere uitleg, meer detailinformatie, dat zij zich bereid zijn om er van gedachten van te wisselen. Dat is één. Een tweede grote punt is dat dit kan je wellicht in Amsterdam, kunnen we dat voor elkaar krijgen. Maar het is heel jammer als je 1 airport zou doen. Dus uiteindelijk zijn er contacten gelegd met zowel met ARX als met ERC. Uiteindelijk zullen we op dat niveau iets moeten gaan doen. Maar ook met alle leden van ARTIM en ISEVAP. Als je dit daadwerkelijk bij luchtvracht wil doorvoeren en wil implementeren, denk ik dat het heel belangrijk is dat er op een hoog niveau ingestoken wordt met de airlines. Ik denk dat er nog heel veel drempels zijn. Ik denk dat er nog heel veel afspraken gemaakt moeten worden. Ik denk dat het product technisch gezien wellicht best heel snel zou kunnen werken.
En wellicht moeten we eerst een aantal trials doen op het roodtransportgedeelte. Ik zie een paar drempels. Eén is wat ik net zei over de verzekering. Ik denk twee, om wereldwijd dit voor elkaar te krijgen, denk ik dat daar nog wel heel veel discussies en samenwerking en afspraken over gemaakt moeten worden. En nummer drie is, het is natuurlijk uiteindelijk een stuk controle wat uit handen gegeven wordt. En ik denk dat daar nog een belangrijk iets is. En natuurlijk, zeker in onze markt, wij werken met iedereen gebaseerd op vertrouwen. We kennen elkaar, we vertrouwen elkaar. Maar dit is wel een hele stap verder. Wij zijn voornemens om ons daarvoor in te zetten, om te zien wat mogelijk is. Om uiteindelijk natuurlijk dat er op zometeen geen moment is dat we zeggen het hele bruikleenverkeer zou minder worden omdat de couriers, dat het onmogelijk wordt gemaakt of dat het niet mogelijk is met een airline. Dus uiteindelijk denk ik dat er veel gesproken zal worden nog. En uiteindelijk willen we toch proberen om binnen nu en twee maanden een trial te doen met camera. En dan zullen we wellicht kiezen eerst voor wat met eigen mensen, dat we geen GDPR rules overtreden. Maar dit is het basisconcept. We kunnen nog veel dieper erin gaan. Maar het belangrijkste wat ik graag zou willen begrijpen, ik heb gehoord dat er best mogelijkheden zijn. Maar wat is vanuit het museale kant werkelijk, is hier aan gedacht, is daar aan gedacht? Hoe willen we zo? Ik zal wellicht niet alle vragen kunnen antwoorden, maar het is zeker iets wat we meenemen in de ontwikkeling. Ik denk dat ik het hier even bij laat. Ik hoop dat het duidelijk is en ja, vragen staat vrij. Nou, volgens mij zijn er wel wat vragen gekomen in de chat voor Fred. Ten eerste hebben we het idee dat de introductie een beetje miste. Het gaat er dus om dat je met Crown, of jij met Articheck, een app aan het ontwikkelen bent. En dat die alles gaat filmen. En... Nou, ik denk dat is een goede vraag. Wij zijn als Crown, wij supporten het idee. Maar okay. Het is een neutrale organisatie, Articheck. En wij hebben als Crown alleen gezegd, wij willen eraan meewerken. Wij willen meedoen als er soms testfases zijn. Maar uiteindelijk zal zo'n app voor iedereen toegankelijk zijn. Alleen zijn er drie of vier partijen die gezegd hebben, zowel in Amerika als aan de Europese kant, wij zouden graag mee willen doen of dit haalbaar is in de toekomst. En hoe gaat het dan eigenlijk praktisch in zijn werk? Want misschien heb ik dat gemist, maar wie filmt er? En gaat daar naar iedereen dan in het stapje heeft in het proces die het dan filmt en het dan uploadt via de app? Ja, er wordt dus zeg maar op het moment nu dat de truck aankomt op een airport door twee chauffeurs, dan is daar een supervisor aanwezig. Zoals zeg maar op dit moment dat ook gebeurt. We laten niet de chauffeurs filmen, dus er is een supervisor aanwezig. En hij of zij zal het proces begeleiden van uit de truck tot op dat het vliegtuig vertrokken is. En die informatie wordt in de app dus opgeslagen en later gedeeld met de personen aan wie we opdracht hebben gekregen om het te delen. Ja, nu heb je het dan alleen over de vluchten, zeg maar. Maar ook doe je dat dan op met grondtransport. Doe je ook bijvoorbeeld bij overnight stays laten zien dat je ergens aangekomen bent. Ik snap ook dat je niet alles weet hoor, maar het is maar een beetje Maar binnenkomt. Met overnight stay kun je zeg maar dezelfde procedure handhaven als met de airport, dat je degene waar je de overnight stay hebt filmt dat de auto binnen staat, dat de secured staat, dat die aangesloten staat op de klimaatcontrole. Maar dat zijn afspraken die je dus zou moeten gaan maken. De vraag is of je ook live zou mee kunnen kijken of dat je het alleen dan achteraf ziet. Ik denk dat er twee mogelijkheden zijn. Als je kan zeker live meekijken. Ik denk dat de huidige techniek voldoende aanwezig is om live mee te kijken. Je zou je alleen af moeten vragen, is dat wat men wil? Ik denk dat beide opties bespreekbaar moeten kunnen zijn. Je moet er natuurlijk vanuit gaan als je live meekijkt dat daar een supervisor loopt die op dat moment aan het filmen is. En dat zou je dan moeten delen met de bruikleengever. Ja, en dan is de communicatie. Maar
dat soort mogelijkheden kunnen we natuurlijk altijd ten alle tijde bespreken. En dan, maar als je live meekijkt, dan zou je natuurlijk ook iets van WhatsApp bellen of Teams kunnen gebruiken. Dus wat is dan de toegevoegde waarde aan zo'n app? Ik denk dat de toegevoegde waarde aan de app is dat het natuurlijk dan, het wordt opgeslagen centraal op een database. En dat je natuurlijk ten alle tijde in een later stadium, voor wat voor redenen, als je de beelden wil terugzien, dat het in ieder geval secured gestoord, beveiligd is. En als je iemand zijn WhatsApp gebruikt, dan zit je al op privé WhatsApp. En dan zit het in de iCloud en de iCloud is wellicht vol. En dus daarom wordt gekozen voor een separate app, zodat je het secured kan storen. Want het vraagt natuurlijk best veel geheugen. Dus zo'n app, wat je op dat moment wat je opneemt, kan je ook geen 5 zendingen tegelijk opnemen. Want ik neem aan dat dan de telefoon zijn geheugen vol is. Dus je moet heel snel de informatie vanuit de telefoon downloaden op een centrale database. De vraag is, waar staat die database en wie beheert die database? De database zal beheerd worden door de ontwikkelaar van de app. Dus dat zal op dit moment Artecheck zijn. En zij kunnen dan wel die veiligheid waarborgen daarin? Ja, ik denk dat je met procedures kan waarborgen dat alle informatie die daar opgeslagen wordt, dat je daar afspraken over kunt maken. Wie is er toegankelijk en hoe lang wordt het bewaard? Dus daar zie ik geen enkele moeilijkheid in. Vraag van Boy. Als een supervisor gaat filmen of een chauffeur, leidt dat dan niet af van zijn eigenlijke werk? Ja, maar goed, dat zou op te lossen zijn als je wellicht, als dat zo is, dat je met 2 supervisors gaat werken. Wat in alle tijden nog of goedkoper is dan een courier, maar mocht dat werkelijk zo zijn, dan zou je ervoor kunnen kiezen om met 2 couriers of met 2 supervisors te werken tijdens het proces van het opbouwen van de pallet. Er zijn een aantal vragen over dat we nu niet welkom zijn in de cargo hall of bij supervisie. Maar dat is natuurlijk alleen op dit moment, denk ik, vanwege de corona. Dat is niet op dit moment. Ik denk dat daar, helaas is daar geen 1 procedure voor in de wereld. Er zijn nog steeds airports waar het mogelijk is dat je tot en aan de palletopbouw aanwezig bent. Maar als we bijvoorbeeld praten over London Heathrow, British Airways en veel Amerikaanse terminals, waar het ook voor de crisis al geen enkel mogelijkheid meer was om bij het palletopbouw of afbraak aanwezig te wezen. Dus die restricties zijn de afgelopen jaren al enorm toegenomen. En ik denk ook dat wellicht mee zou moeten spelen om te kijken wat een alternatief is. Want mocht het niet komen door de corona, maar ik denk dat als er zometeen helemaal geen mogelijkheid meer is om deze activiteit erbij te wonen, ik denk dat dan de musea toch zeker ook een alternatief willen hebben van wat gebeurt daar dan achter die deur. Want we weten allemaal als we, en ik denk dat veel van jullie KLM afhandeling kennen, en dat is natuurlijk toch op het moment dat je gelost hebt, ga je richting de kluis en dat is allemaal wel gebied. Maar op een gegeven moment ben je het zicht kwijt. En bij KLM valt het nog mee. Maar ik weet niet of een van jullie wel eens bij British Airways in London Heathrow. Ja, dat is gewoon de pallet wordt gelost. En dan is het gewoon compleet uit zicht. Dus de restricties zijn al moeilijker geworden. Ook voor de coronacrisis. Ja, want ik ga ervan uit dat je deze hier al langer mee bezig bent dan toen de corona kwam, dat het eigenlijk een goed moment was om het een beetje sneller te ontwikkelen misschien. Ik denk dat de afgelopen jaren eerder men al erover nagedacht heeft. En dat wat zijn de mogelijkheden en blijft het courieren blijft het aanwezig? Is daar geen andere mogelijkheid voor? En ja, het coronavirus heeft wel geholpen om sneller en het wat hoger op de prioriteitenlijst te zetten om te kijken of daar een oplossing voor te vinden. Er zijn wat vragen over kosten. Als er meerdere supervisors nodig zijn, wat doet het met de kosten? Dat zei je net al. Het kan ook goedkoper zijn omdat je in ieder geval geen courier meestuurt. Ja, kijk, de supervisie op de airport, als het 4, 5, laat €600. Ik weet niet wat het gemiddeld is. Ik maak niet dagelijks offertes zelf, maar als je daar 2 man voor nodig zou hebben
En je zou zien natuurlijk wat voor kosten besparend aan de andere kant zou zijn met een courier. Ja, dan is het denk ik een makkelijke rekensom dat dit een goedkopere oplossing is. Maar goed, nogmaals, ik denk dat het wel belangrijk is. Goedkoper mag niet altijd leiding de leidraad wezen. De veiligheid moeten we wel kunnen blijven garanderen binnen het hele proces. En ik denk ook zeker dat, ik heb ook tegen Artie gezegd, de eerste trials die we gaan doen. Ik wil prima meedoen met een kist. Je mag kisten gebruiken, alleen in de kist zit niks in. Ik wil niet iemand vragen van, zou een van jullie dit nou als voorbeeld willen doen en om met ons mee willen werken? Maar ik denk dat het hele proces, dat is ook wat belangrijk is, wat de volgende stap is, is dat we ook een keer het proces gaan filmen. En gewoon is dat we live een demo kunnen geven. Hoe gaat dat er nou uitzien? Hoe ziet het er nou uit? Waar staan de mensen? Wat filmen? Wat mag er gefilmd worden? Want uiteindelijk is het natuurlijk dat we niet alleen de GDPR-rules in de gaten moeten houden, maar we hebben ook nog iets te maken met security. Als we natuurlijk een aantal security-factoren op de luchthavens gaan filmen, dan denk ik ook dat we straks geen enkele supervisor hebben, want er zijn er een paar opgepakt. Dus daar moeten we allemaal wel rekening mee houden. Het is niet een proces wat morgen live gaat, maar door de ontwikkelingen denk ik wel dat het een proces is waar we met z'n allen over na moeten denken. Nou ja, het is ook als je alle verschillende partijen hebt in zo'n transport, dan moeten ze natuurlijk allemaal met die app gaan werken. Dus dat is dan wel een heel proces als je niet moet zorgen dat elke partij met die app gaat werken. Ja, ik denk dat het is een contract natuurlijk wat de bruikleengever of bruikleennemer met Articheck zou sluiten. En op het moment dat je het contract hebt en in het bruikleencontract overeenstemming bereikt dat je dat als virtuele oplossing kiest, dat zij dan ook toegang krijgen tot het gebruik van de app. En dat is een van de dingen waar we over gesproken hebben. Hoe kan je nu beveiligd houden dat als Museum A een member is of Articheck, en hij staat toch dan toe dat een andere mee gaat filmen. Dus er zijn nogal wat afspraken te maken, ook tussen vervoerder en museum, hoe je met deze data omgaat. Want het is natuurlijk gevoelige data, maar wel heel belangrijke data op het moment dat er daadwerkelijk iets zou gebeuren. Ja, dan is die data van levensbelang natuurlijk waar. Niet zozeer van wie kunnen we nou aansprakelijk stellen, maar wel om exact te achterhalen wat er gebeurd zou kunnen zijn. Maar als je nou met verschillende kunsttransporteurs werkt, dan moeten die toch op één zo'n rit met allemaal dezelfde app gaan werken? Ja, maar ik zie geen problematiek als, en dat is ook een van de redenen dat je het in mijn ogen niet als crownvervoerder moet ontwikkelen. Want dan wordt het alweer, dan komt concurrentie opeens om de hoek kijken. Ik denk dat de Nederlandse kunstvervoerders een wel zodanige relatie met elkaar hebben dat dat kan. Maar op het moment dat de verzekeraars en de bruikleengevende musea's dit voorschrijven, denk ik dat we heel eenvoudig met elkaar afspraken kunnen maken om dat aan elkaar over te dragen. Ik zie daar geen enkele reden toe dat dat zorgelijk zou kunnen zijn. En ik denk dat het ook in ons aller belang is dat het bruikleenverkeer op gang blijft gaan of terugkomt. Daar zijn we ook als vervoerders bij gebaat. Dus ik zie geen enkele reden dat we hierin niet kunnen samenwerken. Zeg opmerking of je wel een dummy wil doen in de kist, omdat het toch al meer informatie geeft. Ik wil best heel graag met een dummy. Maar nogmaals, ik wil zeker niet met een echt werk. Maar als er iemand een dummy beschikbaar wil stellen, heel graag en daar doen we zeker mee. Goed om te weten. Ik heb zelf nog een vraag. Vind je het niet ook een beetje een soort motie van wantrouwen dat filmen op deze manier? Er wordt natuurlijk nu al een hoop gecoureerd zonder, of een hoop verzonden zonder courier. We kijken daar zelf tegenaan. Ik wil het niet, ik zie het zeker niet als een motie van wantrouwen. De reden dat er wel of soms geen courier meegestuurd wordt, dat is nu altijd aan het buik. Dat heeft met het fragiliteit te maken van het werk, de staat van het object. Dus ik zie het zeker niet als wantrouwen. Ik denk dat het belang is als het object vraagt om een betere controle tijdens het transport, dat het alleen iets toedraagt
aan de veiligheid van transport. En uiteindelijk denk ik dat we niks te verbergen hebben met z'n allen. We proberen het allemaal op de juiste moment de mogelijke manier te doen. Dus nee, ik denk dat we daar als open boek met elkaar mee om moeten gaan. Nou ja, ik kan me ook voorstellen, ik zat toevallig iets van een stuk te lezen van Birgit Maas over risicoanalyse per bruikleen die je verstuurt. En dat je verschillende factoren kan kiezen wanneer je een koerier wel of niet meestuurt en welke koerier je dan stuurt. En daar zou dit een heel mooi in het rijtje denk ik bij passen. Want als je geen koerier meestuurt, wil je dan wel of niet virtueel koerieren. En wil je wel of niet de app gaan gebruiken, dus dat zou er dan in die overweging mee kunnen nemen. Ja. Dat zou een van de vragen kunnen zijn in plaats van wel geen of een virtueel koerier. Ik denk dat er altijd wel werken zullen blijven waar altijd iemand mee reist. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk niet dat je dat alles kan vervangen. Ja, Carola zegt, het idee van Artcheck was om video's als archief te bewaren waar je alle reizen van objecten in kan bewaren. Dat is ja. Zo. Ik denk ook, Vee, dat het belangrijk is wat de verzekeraar daarvan vindt. Uiteindelijk zegt een verzekeraar natuurlijk op het moment dat het bruikleen terug is in het bruikleennemende museum, wordt er conditiecheck gedaan. En naar mijn bescheiden mening wordt er dan afgetekend. En als er dan geen schade is ontstaan, is eigenlijk het dossier gesloten. Ik heb nog weinig gelukkig gehoord dat men na een jaar terugkomt van, hey, dat werk is toen op transport geweest, maar nu blijkt dat. Ik denk dat we dan een moeilijke discussie hebben met elke verzekeraar, want dan hebben we een periode. Dus ik denk dat die informatie is, natuurlijk moeten die bewaard blijven. Ik denk dat we zelfs juridisch dat moeten. Maar we hebben natuurlijk de informatie eigenlijk, nadat het terug is bij de bruikleengever, niet echt meer nodig. Of op dat moment moet natuurlijk schade geconstateerd zijn. Nou ja, ik denk dat misschien restauratoren het wel interessant zouden kunnen vinden. Want heel vaak manifesteren dat soort dingen zich wel pas na een tijdje of na meerdere bewegingen. Dat je dat misschien daarom kan gebruiken als een soort informatieverzameling bij het werk zelf. Maar niet voor de verzekeraars of de bruikleengevers of nemers. Maar... En dan zou je natuurlijk na een aantal jaar kunnen zeggen, zou ik die beelden nog eens op kunnen vragen van het moment dat het van transport is teruggekomen wat de status toen was. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja. De vraag is of we het stuk van Birgit willen delen. Dat zal ik aan Birgit zelf vragen, of dat mag. Want het is nog een concept begrepen. Volgens mij heb ik de meeste vragen zo wel gehad. Mag ik een vraag stellen? Ja, mij wel. Hoe zien jullie als Registars het ontwikkelen van het courieren? En dan heb ik het niet over virtueel courieren, of blijft dat in dezelfde vorm als dat het vandaag is. Wat zien jullie daar zelf in gebeuren? Nou ja, ik denk dat dit een eerste aangeeft dat we ermee bezig zijn. Laten we wel wezen dat tot voor kort het eigenlijk onbespreekbaar was. Hè? Vaak een aanpassing van het courierstelsel, zeg maar. En ik denk dat we door vorige week hebben we natuurlijk de eerste sessie gehad. En nu deze sessie ook virtueel courier, wat dan al wat gedetailleerder is. En ik denk dat dit een eerste aanzet is tot een verandering en een meedenken over wat we met elkaar kunnen doen. Maar ja, dat is alleen binnen Nederland. En wij, Nederland is nog niet het meest strenge couriersland, denk ik. Zeker niet. Ik denk dat Nederland best al een aantal stappen gemaakt hebben over de afgelopen jaren. Met wat jullie straks al aanhaalden, gezamenlijk courieren, 2-3 musea met 1 courier van een museum. Ik denk dat daar zeker in andere landen nog hele stappen gemaakt kunnen worden. Ja. En dat we daar in Nederland al best open en toegankelijk in zijn. Ja, daar ben ik het ook mee eens. En zoals zo net ook al werd aangegeven, sommige stukken zullen toch altijd nog een koerier moeten hebben. Maar ik denk dat het goed is dat je daar altijd naar kijkt. En ja, ik denk dat het ook wel heel erg afhangt van, zoals jij ook al aangaf, Fred, van je faciliteiten van het museum. En wij hebben bijvoorbeeld wel een stuk minder mensen in dienst dan het Rijksmuseum bijvoorbeeld. Dus wij kijken ook altijd heel erg van, heeft het museum al eerder wat van ons geleend? En is dat toen goed gegaan en zo? En dat zijn wat meer dan sturen we ook wel eens niet een koerier, zeg maar. Ja, dus jullie maken die afwijking nu al soms? Ja, omdat
wij eigenlijk maar ja, niet zo heel veel mensen hebben die dan kunnen koerieren, zeg maar. En ja, als het bijvoorbeeld een druk moment is en het werk kan, het is bijvoorbeeld niet een heel ingewikkeld schilderij of iets dergelijks, dan zou je daar best voor kunnen kiezen om het gewoon zonder koerier te sturen. Ja. Helemaal als het bijvoorbeeld naar een gerenommeerd museum gaat, zoals het Rijksmuseum of Nodigshuis. Ja. En dan is het inderdaad ook vertrouwen. Ja. Ja, het is vertrouwen. Ik denk dat het een heel belangrijk item is en ook altijd zal blijven in deze keten. Ja. Ik denk ook wel een deel kunde. Ik bedoel, wij kennen alleen maar oude schilderijtjes bij het Marishuis. En dus als je iets echt een object stuurt, daar hebben wij niet de kennis van een huis. Dus dan neem ik natuurlijk alleen maar. Ik vind het alleen maar heel fijn dat er een courier mee komt die ons daarin assisteert ook. Hè? Dus het is niet alleen maar controle om te kijken of wij ons werk wel goed doen. Ik heb er verder van Wopke ook antwoord dat men nog terughoudend is bij het Krulemuller. Maar het kan niet anders dan het gaan veranderen. En daar ben ik mee eens. Ik vind het ook, zou het ook zonde vinden als we dit niet als een soort nulpunt nemen om er anders over te gaan nadenken. Corona zegt, ik ben bang dat het weer gewoon wordt zodra iedereen weer mag reizen. Maar misschien dat als er meer digitale mogelijkheden zijn, dat het wel zal veranderen. We moeten ook melden van Bo dat internationaal vliegverkeer ook druk is voor het milieu. Ja, dat nemen we ook mee. Dat is ook een goede overweging inderdaad. Ja, maar dat is natuurlijk wel iets wat tegenwoordig bij iedereen hoog in de vaandel staat. Als ik zie dat er op dit moment aanvragen binnenkomen waarin we zeg maar buiten dat we een tarief op moeten geven, dat we ook een stuk moeten schrijven over het maatschappelijk ondernemen. Ja. Denk ik dat dat wel iets is wat meespeelt, ook in de toekomst. En ik denk ook wel dat dat een gezamenlijk, alle musea en kunstvoerders, dat we daar nog wel iets mee zouden kunnen in de toekomst. Ja, nou ja, ik denk inderdaad wat je zegt, zijn natuurlijk allemaal langer bezig met duurzaamheid en mee denken over vliegverkeer. En dit is wel weer een extra opmaat om er verder over na te denken. Kijken of er nog verder vragen zijn. Vertrouwen opbouwen in elkaar en samenwerken geldt voor alle vormen van koerieren, lijkt me, zegt Wendela. En vertrouwen bouw je ook op door te koerieren. Virtueel koerieren zijn een tussenstap, dat is ook waar. Veranderingen in het Nationale Museumprogrammering, of die gaat veranderen, dat is ook een punt. Er zijn een hoop dingen die hier aan hangen, denk ik. Ik denk dat we aan de vooravond staan van wellicht wel veranderingen. En we weten natuurlijk met z'n allen nog niet welke. Maar ik denk wel dat we met elkaar, als we erop inspelen met elkaar, dat we dat wel mogelijk kunnen blijven maken om uitlenen te doen. En het moet betaalbaar blijven, maar het moet ook veilig blijven. En ik denk als we dat met z'n allen een stap in de goede richting kunnen helpen, dan ik denk dat het een soort verantwoordelijkheid van ons allemaal is. Ja, nou, ik denk dat we veel meer vragen die we nog met elkaar kunnen bespreken. Ook of het de workload gaat vergroten, maar dat is misschien niet echt per se gericht aan jou, Fred. Nee, dat kan ik niet altijd beantwoorden. Nee. Nee, dat ook denk ik afwachten. Ik denk voor nu dat we. Nou, er komen nu in één keer toch nog een paar vragen binnen, maar goed, ook wel meer in discussievorm krijg ik een beetje het gevoel. Ik denk dat het goed is dat. Volgens mij wou Carola nog even een oproepje doen voor de volgende sessies. En ik wil in ieder geval Fred en Eefje heel erg bedanken dat jullie hebben gesproken en de ervaringen gedeeld hebben over wat er inderdaad nu gaande is op dit moment. Graag gedaan en ik hou jullie graag op de hoogte als we weer een stap verder gaan zijn. Ja, misschien moeten we niet dummy maar via deze Teams sessie. Is goed, ik ben heel graag bereid om dat te delen met jullie. Dank voor jullie uitnodiging en heel veel succes. En ja. We komen elkaar wellicht overal tegen. Veel plezier nog. Ja, dankjewel. Dag. Dag. Carola, wilde jij nog een oproepje doen voor de volgende sessies? Of, Dat kan ik nog even doen. Onze
vraag aan jullie. We hebben nu 2 van deze sessies gehad. Ik vind het in ieder geval superleuk. Zijn er vragen die jullie graag bij ons neer willen leggen, die we kunnen beantwoorden voor jullie? Zet die dan even in de chat of zet ze op de mail naar mij. En daarnaast ook nog een oproep naar aanleiding van de vorige sessie. Heb je nou een coronaprotocol al geschreven en wil je en mag je die delen met ons? Zou je die dan ook kunnen opsturen? Dan delen wij die weer via de NRG-website en via onze LinkedIn-pagina. En dan kunnen we allemaal van elkaar leren. En bedankt weer aan alle dames voor de organisatie. Ja, en wilde je ook nog delen dat we inmiddels een Facebook, of nee, hoe heet het, een YouTube... vergeet ik al helemaal. De vorige sessie is nu sinds een uurtje ook via YouTube te bekijken. Ik heb de link daarnaar op onze LinkedIn-pagina gezet. En Liesbeth gaat deze ook nog op onze website zetten. En als je zoekt binnen YouTube op de Nederlandse Registrars Groep, dan zou je ons ook niet kunnen vinden. Zover was het nog niet gekomen. Nou, superleuk. Dan als deze, want ik kreeg een beetje het idee dat het nog even duurt voordat de vergadering het filmpje heeft gemaakt. Dus als die er weer is, dan zal ik hem maar je doorsturen. Super, dank je. Oké, nou, ik denk dat we bij deze dan afsluiten. En iedereen bedankt weer voor alle vragen. En ja, verwacht dat we over een paar weken weer een nieuwe sessie gaan inplannen. Dus dan nodigen we gewoon iedereen weer uit. Ha ha ha.